Welkom in mijn tiny house. Kom binnen. En dit is hem dan. Dit is echt mijn tiny house. Ja, keuken, woonkamer, eetkamer, alles in één. En slaapkamer, hè, want ik leef hier echt. Henny Tibbe is de eerste bewoonster van een tiny house in Almere Poort. Vorig jaar werd zij samen met een aantal anderen uitgekozen om deel te nemen aan de Tiny House Expo. De rest moet nog gebouwd worden, maar zij voelt zich er al goed. Bijna alles is naar wens. Ik slaap heel erg lekker hier. Ik voel me echt vrij. Dat was een van de belangrijkste redenen om hier naartoe te gaan. Het huis qua sfeer bevalt me enorm. Ik ben nog bezig om het echt, dat het helemaal lekker is voor jezelf. Bijvoorbeeld met je spullen die ik nog heb. En dit is dan de badkamer? Ja, dit is de hele badkamer. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Want dit is gewoon zo prachtig tussen de woonkamer en de slaapkamer in. En ja, gewoon heel mooi gemaakt en alles is er. Alles past precies. Ik kan hier gewoon tanden poetsen. Ik kan hier naar het toilet. Ik kan hier mijn was doen. En hierachter is echt de douche zelf. Met echt ook zo'n mooi uitzetraam, mooi rond. Is dit tiny house dan ook helemaal zelfvoorzienend? Nee. Nee, dit huis is aangesloten op stroom en op water. Het is niet de off-grid zoals inderdaad bijvoorbeeld hierachter, dat is Tiny Tim. Ja, ik vind ook, ik vraag me ook echt af of je dat op alle elementen zou willen. Ik op dit moment nog niet, maar misschien in de toekomst wel. Het is een buurtje in wording. En het duurt nog echt nog een tijdje voordat de eerste andere bewoners zullen komen. Maar het is geweldig om alles te zien groeien, om te zien wat het betekent om iets te bouwen. Er zijn heel veel andere bouwsystemen en dat is gewoon leuk om te zien. En ook wie daar allemaal bij komen en hoe het in elkaar steekt, ik vind dat interessant.